Chris van Espen, we willen glanzende ribbekjes met een heel frisse, krokante sla erbij en een pellepatat. We gaan beginnen met die pellepatat, dus 4 patatjes. Vastkokende mag je daarvoor nemen. In de schil, dus die zijn eerst geschropt. Want straks kan je zonder probleem dan de schil opeten. Ja. Is dat iets dat jij durft, de schil opeten? Dus ik durf dat, ja. En van als het kookt hier, zal dat 20 minuten nodig hebben. Ja. We gaan die... Even 20 minuutjes wachten. Marinade maken. Nee, we gaan niet wachten. We gaan doordoen, want we gaan de marinade maken voor die ribbekjes. Jij zei honingsaus, hè? Ja. Dus met veel honing. Veel is erover, hè. Maar zo... Nee, een recept met honing. Een recept met honing. Je mag beginnen met de 10 eetlepels honing. Ja. Vloeibare honing, dat is net iets makkelijker. Wat gaat daar nog bij? Look. Hoeveel lepels? 10. Dat geeft me maar 1. Ja, wel ja. Dus uitkieperen. Oei, dat gaat lang duren. Dat is niks, want daar gaat nog van alles bij. Hè. 2 tenen look gaan daarbij. Look is altijd heel lekker in marinades. Voilà. Schoon pellen. Dat gaat in de pers. Rijst jij dan veel? Ik reis niet zoveel, maar als ik reis, ga ik bijna altijd naar Amerika. Mm. Omdat ik vlieg niet graag. Oei, dan heb je wel pech. Ja, dat is aan de tand. Dat is wel ver, hè? Ja. Wat doe je dan om je tijd te verslijten in het vliegtuig? Complottheorieën beginnen te verzinnen van wat ik ga doen als dat spel hier naar beneden valt. Meen je dat? Ja, ik ben daar niet gerust in. En kijk je dan naar buiten of zo recht naar die Nee, het probleem is dat ik niet voor mij kan kijken. Dus als daar iets afkomt, ik kan dat niet zien. Hè. Ik zie alleen maar opzij. En dat vind je vervelend? Ja, ik vind dat echt ambetant. En als je dan zo wat recht staat zo, en je groot maakt, nee, zoiets onder je gat steken, want dat is toch 12, 13 uur. Ja. Zie je dat je... Maar dan zie je nog niet voor je. En had je al eens gezien hoeveel dat weegt, een vlieger? Ik vind dat niet logisch dat dat kan blijven... Ja, maar daar, die berekeningen zijn al lang gemaakt. Daarmee moet je niet meer inzitten. Maar ja. Nee, ik vind dat... ook alleen 13 uur vliegen, dat is echt lang. Hè. Dat is lang. Ik moet echt bijna terugleren stappen als ik daaruit kom. Een boek? Nee, ik doe niks op een vlieger. Ik zeg het, ik ben daar volledig in spanning. Maar niks? De hele niks. Nee. Nee. Dan ben jij 2 kilo kwijt, zo, van de spanning. Ja. Ik laat echt een stuk van mezelf in de vlieger. Oh, maar wat leuk. Ja. Ja, dat is... Maar omdat ik zo graag naar Amerika ga, vind ik dat, heb ik dat daar wel voor over. Maar je weet dat je zo lang gaat eigenlijk staren. Ja. Sambal oelek, maar misschien voor u niet te veel. Sambal oelek is een saus, een puree eigenlijk van pimentjes. Hè. Dus wel pikant. Wat gaan we doen? Een theelepel misschien? Ja, theelepel is goed. Zo. Ja. Goed? Goed. Voilà, jij blijft maar roeren. Hè. Wat gaan we daar nog bij doen? 5 eetlepels witte wijnazijn. Een hele dag roeren. Ja, dat ruikt er al naar. 5. Hoe kan dat nu? Dat is niet open. Ja, maar nee, dus de dingen. Hè. Ah, 1, 3, 4. Ik kan er u nog geven. Hè. 5. Ketchup. 3. Zie je, dat is niet gemakkelijk als ze aan het praten zijn. 4. Kom aan, concentreer u. 5. Hup. Ja, nee. Goed mengen. Een theelepel zout, want we hebben hier nu toch al veel zoet bij gedaan. Dus balans. Ook de azijn gaat zorgen voor een balans. Peper. Ondertussen ben ik al 10 minuten aan het roeren. Dat is goed. Paprika en currypoeder. Sommige lijken op elkaar, dus een keer... Is dat curry? Ja. Goed. Wat had het nog kunnen zijn? En paprika. Dat mag gerookt zijn, eventueel moest je gerookt hebben. Maar gewone, simpele paprika ook goed. Koffielepel. Dat gaat een mooie kleur geven. Ja. En dan curry. Ja, curry hoort niet misschien altijd in een recept, maar ik vind dat keilekker bij ribbekjes. Dat gaat zo'n klein beetje zo'n... Curry-smaakje geven. Ja, maar heel lichtjes, hè. Dus ook... Ja. Koffielepel. Oh, riekt daaraan. Ah, lekker. Wat zijn we eigenlijk aan het maken? Ik weet nog snel. Ja, sorry. Dat is de marinade waar dat de ribbekjes, dat zijn de ribbekjes, van het varken, gaan in marineren. Okay. Zodat die smaken in dat vlees gaan kruipen, dat het vlees ook sappig gaat maken. En ja, heel smaakvol, hè. Dus daar gaan nog juist een ajuin bij. Gewoon fijn snijden.
En je kunt het even uitpakken. Hè. Zie je weer een keer gaan met uw ajuin. Ja, maar ik heb al veel ajuintjes gesneden. Ja? Nee, dat vind ik trouwens een beste geur, ajuin, dat zo met aan broneren is. Ah ja, aan tamburgerkraam. Ja, dat vind ik echt een beste geur. Alright, die ribbekjes gaan in die geweldige marinade. Voilà. Schep dat daar maar een beetje op, dat dat echt overal schoon bedekt is, hè, zeg maar. En ik zei het al, hoe langer dat we die gaan laten marineren, hoe meer smaak dat gaat daar eigenlijk in kruipen. Hè. Ja. Dat is belangrijk dat je die even. Maar hoe lang is lang? Minimum 2 uur. Ah, ja, okay. En dan maximum. Ik dacht altijd dat dat een dag of zo zelfs moest. Ja, dat mag, hè? 2-3 dagen. Alright. Wij gaan hier nu niet 2 uur wachten. Ik heb al ribbekjes gemarineerd staan. Dus ik heb dat hier gemaakt voor niks. Hopla. Wij hebben dat gemaakt zodat de kijker goed ziet met wat wij bezig zijn. Hier hebben wij die ribbekjes. Dan gaan we gewoon zo die ribbekjes er gaan opleggen. Je moet niet extra saus gaan leggen. Een ajuintje is nu wel tof. Ja. Dat dat zo hier en daar ligt. Dan mag je in de oven. Chris? Ja? Ik ga open doen voor u. Zeg, uw eigen kookboeken liggen hier. Moet je die soms checken als je aan een gerecht bezig bent? Nee. Nee? Want ik maak geen twee dezelfde. Dat is mijn droom, ook een kookboek. Hè? Ja, ik ben eraan bezig, maar ik heb niet genoeg gerechten. Mijn titel is 101 lekkere gerechtjes met maïzena. Maar ik heb nog maar 2 gerechten eigenlijk. Die gaan er dus 2 uur in aan 150 graden. Dus langzaam. Ja. Langzaam. Zodat dat mooi kan karamelliseren en een fantastisch korstje krijgen. Wat nog? Voor op die patatjes. Een lekker boterke. Een fijn gesneden shallot gaat er gans bij. Voilà. Een halve bot peterselie. Peper en zout, sowieso. En gebruik maar zeezout, fleur de sel, grof zout. Wat ga je zeggen? Nee. Maar je blijft hier maar dingen in je potter. Ah ja, jij bent mijn keukenrobot, hè? Ah. Ah ja. Peper. Dat en zout. En dan mag je daar ook rasp of sap van een citroen bij. Ik zal de 2 doen. Ja. Dus eerst zesde. Als je zesde wilt gebruiken, enkel het gele. Zie je, je mocht daar maar 1 keer afgaan. Ja. 1 keer opgaan zo. Want het witte is bitter. En 2 keer is te veel. Hè? 2 keer is te veel, ja. Dus een klein beetje. Daarvoor ging ik trouwens ook altijd naar Nederland vroeger. Daar was zo'n goede cola, dat is hier niet verkocht. En dat was met een zesde citroen. Ja, maar nee, serieus? Dat meende toch niet? Dat jij vanuit je salon de trappen naar beneden, denk je dan, in uw auto stapt, naar Nederland rijdt? Ja, voor... soms was ik ook al beneden, moest ik geen trappen meer doen. Ja, dat maakt echt het verschil. Ja, maar ja. Maar dan ging ik wel direct genoeg halen dat ik zo niet keiveel moest opnieuw gaan. Hè. Ja. Maar toch naar Nederland voor frisdrank. Allee, jong. Voilà, dat is klaar. Dus straks, als we die patat gaan opsnijden, doen we dat er schoon over. Wat willen we nog? Komkommer en witte koolsla. Je mag zo van voor en van achter afsnijden. Ja. Een kwart witte kool. Voilà, die kan erin. Misschien moet je hem wel nog eens in 2 doen, want ik weet niet, hij is misschien te dik. Ja. Voilà. Hoe doen we dat hier? Eerst aansteken, hè, want anders gaat hem blokkeren. Snap je? Hij moet eerst snelheid pakken. Dus we steken hem aan. Ja. Voilà, zo simpel is dat. Ja. Witte kool en komkommer. Hup. En daar gaan we een beetje smaak aan toevoegen. Dus eerst een kom. Peper en zout mag daar al bij, sowieso. Voilà, een lekkere, frisse salade. I love it. Nog een beetje krokant zo. Voilà. Chardonnay-azijn. En zonnebloemolie, 5 eetlepels, 2, 3, 4, 5. Nog eens mengen. En dan mag je in mijn tuin dille gaan halen. Dille? Om daar zo onder te mengen. Heel fris kruid.
past goed bij vis. Ik ga uw gsm aan, want het kan zijn dat ik niet weet wat Dylan is. Misschien. Ik zal het u eens tonen, hè. Super. Het fijnste eigenlijk dat erbij staat, hè. Dat is Dylan. Voilà. Het is toch goed dat ik mee geweest ben. Dat? Je had dat nooit meer vergeten. Deze hier gewoon fijn snijden. Jij mag daar nog 2 eetlepels Griekse yoghurt onder mengen. Die staat hier. Ja. Dus daar gaat ook de fijn gesneden dille bij. Roeren. Dan ga ik hier al eens naar die patatjes kijken. Zo. Jij mag hier een schoon hoopje sla. Wat ik nog ga doen, is die ribbetjes gaan grillen. Dus van 150 gaan we naar 250. Dus vol een bak. Als 230 is uw oven, ja, dat is ook vol een bak dan. Juist zo om een fantastisch schone kleur te hebben. Hè. Voilà. Ja, het patatje open snijden. Mag iets meer zijn. Allee, voor mij toch? Ja, anders dan maar een kleine. Ik ben er zelf van die komen. Nee. Jij bent geen zo'n grote neter, zeker? Ja, ik eet veel, maar in kleine stukjes. Hè. Ja. Voilà, dat de patatjes er zo een beetje insnijdingen geven. Ik ga dat hier ook doen. Boter daarop. Met heel veel garnituur zit dat is. Een beetje induwen zo, hè, want anders schuift het er ook direct af. Sit down, enjoy and relax, sir. Yes, sir. Maar ziet dat is. Ik ga de dikste aan u geven. Hè? Ja, dat is goed. Amai, en die zijn perfect gebakken. Voilà. Schoon gebakken. Hè? Ja, zo heb ik dat echt graag, dat is zo gebakken. Her. Ik heb ook natuurlijk voor jou iced tea gemaakt. Homemade. Dat moet er toch ook bij. Hè? Dat is eentje met citroengras en munt. Het receptje staat op de site. Voilà. Santé. Zo. Dat is goed. Lekker, hè? Ja, dat is goed. Dat is zonder spuit. Dat is wel lekker. Ja, dat is waar. Mm. Maar toch, ça va, want ik heb nog niet graag dingen zonder spuiten. Nee? Nee. Oké, okay. On attack. Voilà, c'est. Die honingsaus is echt goed daarop, hè? Ja. We gaan afkondigen, het is gedaan. Ja. Ga je ook iets doen? Iets doen. Ja. Je kan ontploffen in een bol licht als je wilt. Hé, hey, dat is keineig. Ja. Zullen we dat doen? Ja, oké. Okay. Bekijk nu onze volledige aflevering online en ontdek nog meer programma's. VTM, je beleeft het hier. 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 En hier.